Oké, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. En in deze video gaan we op zoek naar de El Gran Maya. Of de El Gran Maya. Ik weet niet hoe het is. Het is Spaans. En ja, ik kan geen woord Spaans. Maar mensen, like even allemaal deze video nu in 3 seconden tijd. Want de El Gran Maya zit ergens in deze zee. Want als je het niet doet, is er een grote kans dat de El Gran Maya achter jou aankomt. En misschien komt het wel uit je badkuip. Nou, dat denk ik niet. Die is wel echt super groot. Maar het is wel echt een hele enge zeemonster. Sea life is one of the scariest things ever. Oké? Oftewel, de dingen die in de zee leven kunnen echt het meest enge zijn wat je ooit hebt gezien. Weet je wat? Ik denk dat het hoogste tijd is om de boot op te blazen. En dit is de boot en dan gaan we er lekker op af. Oké, guys, en ik ben dus op de boot zoals jullie kunnen zien. Eerlijk, dit is wel echt flex. Ik vind het ook echt leuk ook om op het water te zitten. Alleen, verderop schijnt dus de El Gran Maya te zijn. Ik weet niet precies waarom, een beetje, ik denk in het midden van de plas. Ja, nu zit het niet echt in het midden, zoals jullie kunnen zien. Maar hey, ik denk dat het mooi moment is om even lekker naar het midden te varen. Want zoals jullie kunnen zien, lig ik op de boot. En ja hoor, oh my god, ik moet dus wel zelf gaan roeien, want ik heb nog geen motor. Dan zou die hier achterop kunnen. En ja mensen, dat is mogelijk. Alleen ja, ik heb het nog niet. En ik weet niet precies wat dit eigenlijk is, maar laat even achter in de comments als jullie weten wat dit is. Misschien om je dingen in te zetten. Oh, voor mij weet ik het wel. Voor mij om deze roeidingen erin te zetten, toch? Tenminste, dan haal je dat ding even uit elkaar en zet je het hierop. En die stokken, ja, ik weet niet waar je die dan laat, maar het zal wel goed zijn. Maar na één ding ben ik benieuwd, guys. Ik ben echt benieuwd waar de El Gran Maya is, man. Want die moet ik dus even proberen te vinden. Oké, ik moet even een beetje achteruit. Tenminste, ja, dat moet ik niet zo doen. Achteruit is andersom. Kan dat? Ja hoor, ik kan ook achteruit. Maar laat ik niet te veel water op dat ding gooien, want anders is mijn camera straks kapot en dat wil ik ook niet hebben. We gaan op zoek naar de El Gran Maya. Oh ja, voor de mensen die willen weten wat dit ding is. Dit is een waterdichte ton. Dit zorgt ervoor dat mijn spullen niet antwoorden en alles gewoon droog blijft. Ja, dit is wel echt super handig. Oké, guys, en we zijn alweer een stuk verder af van de kust, zoals jullie kunnen zien. Nu is het tijd om de El Gran Maya te zoeken. En ik hoor iets in de verte. Is dat misschien wel de El Gran Maya? Ik weet het echt niet, guys. Maar ik weet niet of ik hier in moet gaan zwemmen. Ik durf het gewoon niet te doen. Want ik ben bang dat ik straks dat zeemonster tegenkom. Want hij is helaas ergens gespot door iemand. Tenminste, ik kreeg een berichtje over van een vriend van mij. En die zei tegen mij: yo, Deli, ik zag iets groot paars achter iets zwemmen. En ja, voor de mensen die willen weten hoe El Gran Maya eruit ziet. Dit is het, zeg maar, de El Gran Maya. Dat is, ja, die is al een paar keer ergens gespot in Amerika of zo. Maar in Nederland nog nooit. En of we hem gaan vinden, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik ben echt wel een beetje gespannen, mensen. Laten we gaan zoeken. Oké, guys, ik zit een beetje in het midden van een plas. Ja, jullie zien misschien wel twee dingen op de achtergrond. Maar ja, zoals ik al zei, het is meer een plas dan echt een grote zee. Het roert wel bij de zee, want het is wel zout water. Maar toch, op het einde is het ook een beetje afgesloten voor mij. Tenminste, dat durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval, ik heb het idee dat ik net iets hoorde of zo. Ik zit gewoon lekker op de boot en dan hoor ik hier iets onder. Ik weet niet. Ik denk dat er iets is of zo. Is er iets of zo? Mensen, ik zie nog helemaal niks. Ik weet niet of jullie al iets zien, maar tot nu toe, nee, ik zie nog helemaal niks. En. Ah! Oh, joh! Oh, joh! Oh my god, dat meen je niet. Alsjeblieft, hè? En waaah! Wow, oh my god, ik word bijna van mijn eigen boot afgeduwd. Oh my god, wat gebeurt er? De boot wordt letterlijk aangevallen. Oké, er zit sowieso iets onder. Oh my god, ik durf echt niet te kijken. Ik wil niet in het water. Ik durf echt niet te zwemmen hiermee. Ik ben bang dat ik het tegenkom, mensen. Oh, dit is echt foute boel. Dus het begint nu al. Oh man, wat moet ik doen? Ik weet oprecht niet wat ik moet doen, mensen. Oké, guys, ik ben dus juist nog verder aan het varen. En oh, je gelooft echt niet wat ik ervan heb. Ik ben een beetje, ik weet niet, ik ben echt in shock. Ik meen het. Ik laat nu even zien wat ik ontvang heb, mensen. Ik heb dus een bericht op anoniem. Ja, tenminste, ik kreeg eentje van anoniem en die zei tegen mij: onze radar heeft gespot dat je op het water bent. Wat doe je daar als ik vragen mag? Ja, we moeten daar eigenlijk op antwoorden. Weet je, ik ga even iets antwoorden. Wacht, moment, hè. Wat ik tegen hun wil zeggen is: ik ben aan het vissen. Hoezo? Natuurlijk, ik heb dat ik aan het vissen ben. Maar ja, ik ben wel op zoek naar een grote vis. Dat is wel een feit. Ik snap niet waarom dat hij mij een bericht stuurt. Weet je, ik durf echt niet te zeggen, mensen. Maar ik ben er redelijk nu tegen wel bij de kust. Dat is wel een feit. Dus ja, ik hoor ook helemaal niks meer. Maar ik weet niet, ik drijf iedere keer af naar de kust als ik even stil zit. Maar ja, ik moet ook een beetje kunnen ontspannen. Want dan probeer ik tenminste wel een beetje wat water. Want het is wel echt gewoon een relaxed plek. Dus ja, kijk, zoals jullie kunnen zien, ik zit nog steeds wel een beetje bij de kust. Wacht eens even, ik zie daar iets in de verte. Zie ik dat nou goed? Zie je dan een paar van die ogen uit het water komen? Ik weet niet of ik het goed kan zien, mensen, maar oh my god. Als je het ziet, laat even weten in de comments. Ik ben hier wel een beetje van stress. Beetje van slag eigenlijk, maar wat is dat? Het zijn gewoon een paar ogen. Ik durf het niet te zeggen. Erg is eigenlijk nog wel. Het weer begint ook gewoon lekker om te slaan. En oh my god. Ik vind het op zich wel chill, man. Zo, oh my god. Ik zweer het je. Ik vind het wel een beetje eng worden nu. Maar het leek echt alsof ik iets in de verte zag. Maar ja, misschien is mijn verbeelding al. Eerst iemand tegen de boot. Maar ja, ik was net ook wel iets verder. Ik ben nu weer afgedreven naar de kust. Ja, wat wordt het volgende dan? Dat ding lekt wel een beetje. Het is maar een rubber bootje, hè? Echt een dom idee. Dat ik kom met een rubberen boot voor het lab heb om hier naartoe te komen. Het is chill. Het is heel fijn, maar eigenlijk niet slim. Nou ja, en ik drijf een stuk weer verder weg. Ja, ik weet ook niet wat ik eigenlijk aan het doen ben, maar het zal wel goed zijn, weet je. Ik weet, oh my god, ik word gebeld. Door wie? Door anoniem. Oké, laat ik even anoniem opnemen. Ik ben weer een beetje aan het afdraaien naar de kust, iets verder nu. Maar ik weet niet of hij hier ook kan komen. Vind ik een beetje lastig. Laten we even deze telefoon opnemen. Oké, hallo, je spreekt met Delano. Hallo, je spreekt met de waterpolitie. Kan ik even spreken? De waterpolitie? Wat krijgen we nou? Hoezo? Nou, kijk, luister even goed. Ik wil heel graag weten wat je aan het doen bent. Waarom ben je op het water? Luister, wat doe je eigenlijk? Ik zei toch tegen jou dat ik aan het vissen ben. Hoezo dat nou weer? Heb jij soms een camera bij, jongeman? Of niet soms? Ja, dat klopt. Ik heb een camera bij, maar is dat belangrijk? Ja, want waarom heb je een camera bij? Wat is jouw doel? En waarom maak je eigenlijk een film hiervan of zoiets? Omdat ik graag video's maak over vissen. Ja, dat is. Oké, leuk, leuk. Maar even een vraag.
in jou. Wat is jouw YouTube-kanaal en hoe heet ze eigenlijk op YouTube? Want dan kan ik even opzoeken. Oh, hoe mijn YouTube-kanaal heet? Ik moet nog beginnen eigenlijk, maar dat is de eerste video die ik aan het opnemen ben. Kijk, de reden dat ik al deze vragen stel is omdat ik het een beetje verdacht vind dat je met de camera op zee bent. Je mag hier niet zomaar komen, hè? Heb je dat überhaupt wel door? Oké, ja, whatever dan ook. Ja. Je bent zeker een hele grote vis aan het opzoeken, hè? Zeg nou eerder, Delano. Wat bedoel je dat ik een soort vis aan het opzoeken ben? Wat bedoel je? Jij denkt zeker dat je de El Gran Maya kan opzoeken, of de El Gran Maya. Blijf maar lekker verder zoeken, jongen. Gran El Maya? Wat is daarmee? Luister, ik wil je verzoeken om het water uit te gaan, omdat er een hele grote gevaarlijke vis gesignaleerd is. En inderdaad, het gaat waarschijnlijk over de El Gran Maya, dus ga eruit, nu meteen. Ah, oké, dus ik moet het water uit. Nee, weet je, ga ik doen. Hé, dan ga ik dat doen, meneer. Top, ik hoop dat je eraan houdt, want als jij niet aan houdt, kun je best wel een flinke gevangenisstraf krijgen, weet je. Wat? Gevangenisstraf als ik er niet uitkom? Klopt, en dat kan ja, tussen de 5 en de 10 jaar celstraf zijn en een boete is gewoon te lage straf, dus je krijgt gelijk een gevangenisstraf. Oké, wat even dan ook. Nou ja, ik kom eruit, dus doei. Nou ja, ik mag dus niet gezien worden door de waterpolitie, anders heb ik een groot probleem. Maar weet je wat, laten we wat verder gaan varen en toch om blijven zoeken naar de El Gran Maya. Oké, guys, ik ben dus juist nog steeds aan het drijven op de boot, zoals jullie kunnen zien. En ja, hartstikke nice. Alleen, oh my god, ik voel wel echt een bepaalde stroming. Ik zweer het je. Laat me een klein beetje verder gaan roeien, want ik zweer, ik weet niet wat, ik voel me lekker als een stroming voel of niet. Dan kan ik wel achteruit roeien. Ja, oké, laten we dat even misschien doen. Dan moet ik wel even een beetje even wennen, man. Ik bedoel, ik zat heel naar vooruit te roeien. Nu even achteruit. Hoppa. Kijk eens, zoals jullie kunnen zien, achteruit. En mijn camera die draait uiteindelijk, dat is niet de bedoeling. Hij moet wel even in beeld blijven, die vriend. Gewoon even in zijn achteruit. Hoppa. Oké, en dan gaan we hoor. Hop, achteruit. Het is ook best wel chill, mensen. En wacht, volgens mij, ik voel het alweer. Ik voel een hele sterke stroming, mensen. Oh, ik weet echt niet wat ik hier moet denken. Wacht, laat ik even onder water filmen. Ik ben benieuwd wat er zit, mensen. Jullie moeten even meekijken of er iets zit onder water. Oké, ik weet niet of jullie me kunnen horen, maar ik weet niet. Ik moet even het op camera bekijken, maar ik idee dat er iets langs kwam of zo. Ik kon het niet goed zien, maar het voelt wel zo. Misschien is het dan wel de El Gran Maya. We gaan de opname even terug moeten kijken. Oké, guys, ik heb weer het volgende gehad van de waterpolitie. En ik weet, het klinkt echt belachelijk gewoon. Maar eventjes, hè, ik heb nu een roeiboot, maar eigenlijk moet ik zo'n motor hebben. Ik denk dat het toch wel chiller is. Als wij op deze video de 1000 likes halen, dus voor de mensen die nu nog kijken en je hebt nog niet geliked, dat knop is nog niet ingedrukt, druk dan nu meteen, ik zweer het je, nu meteen, op die like knop. En voor je het weet, als we de 1000 likes halen, ga ik de motorboot halen. Geloof me, 1000 likes zou ik helemaal niet meer zo vaak, dus, maar het is wel haalbaar, want ik haal het wel eens. Afhankelijk van de views op deze video natuurlijk, ja, want stel dat ik maar 2000 views heb, dan is 1000 likes vrij onrealistisch. Kan altijd natuurlijk, dan moet wel 50% liken, maar jullie kunnen verschil maken, dat is echt aan de kijker, niet aan mij. Ik bedoel, ik kan wel vragen, maar jullie moeten doen. Tenminste, jullie moeten niks, maar het is jullie actie. Ik heb dus weer een bericht gehad van de waterpolitie en het is echt belachelijk, hè, wat ik nu heb gekregen. Gast, eruit! Wat deed je met de GoPro in het water? Oftewel, de waterpolitie zit gewoon me te controleren, maar waar is de waterpolitie, mensen? Ik zie oprecht in boten, maar zit de waterpolitie onder water of zo? Is het een duiker of wat? Het is een beetje raar dit, maar ik ga even een bericht terug te bedenken en dan hoor je het wel. Ik heb even gereageerd op hem en ik zei zo tegen hem, of ja, tegen anoniem. Ik wou de vis vastleggen op beeld. Hij heeft er wel gelijk gelezen, dus ik ben benieuwd wat hij antwoordt. Ik betwijfel wel een beetje aan de echtheid van de waterpolitie, want ik krijg dus weer een bericht. Eruit, meekomen naar bureau. Levensgevaarlijk. Nou ja, ik weet niet wat er levensgevaarlijk is, maar nee, ik ga er niet uit. Ik blijf wel lekker zitten, want naar bureau komen, dan moet ik eerst mijn beelden gaan veiligstellen. Dus snel weer transferen die dingen en ik ga dingen even overzetten op mijn telefoon, weer transferen, dan ja, is het in ieder geval gewoon veiliggesteld en dan zorg ik voor dat mijn PC is. Dan kan ik het van mijn kamer afhalen, maar dan heb ik in ieder geval wel alle bestanden. Dus helaas, zogenaamde waterpolitie. Ik geloof niet in zitten. Dat zou niet de echte waterpolitie zijn. Dat zou een beetje raar zijn. Mensen, nee, daar ga ik niet van uit. Oké, guys, ik zweer eens. Ik voel weer die boot schommelen. Wat is er met die boottil aan de hand? Oké, volgens mij zie ik dat wat. Oh, nee. Wacht, ik ga het filmen. Oké, guys, ik film dus nu boven de boot. En wacht. Ik zie het gewoon letterlijk zwemmen. Wat is het? Oh my god, dit meen je niet. Het is gewoon letterlijk die grote vis. Waar gaat hij naartoe? Het blijft oprecht een raadsel waar die vis naartoe gaat. Maar wacht, voor mij is hij in de verte daar. Oké, nu is hij best wel ver boven water. Was het gewoon heel tijd die vis? En er zit gewoon letterlijk een supper in het water. Een supper. Oh, ik weet niet of je het ziet, maar ik zie gewoon letterlijk die hele grote vis. My god, ik voel die stroming al. Ik weet niet wat het te betekenen heeft. Misschien heeft de waterpolitie toch wel gelijk. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon lekker uit het water hier zo. Oké, guys, we zijn dus aangekomen bij de cliff. En oh my god, kijk dit dan eventjes. Wauw. Look at this. Nou, Mitchell, durf jij te springen? Nou, kijk maar naar beneden. Ik durf het niet hoor. Nee, maar er is iemand die het wel durft. En laten we er even bij gaan halen. But everyone, don't try this at home. This is so dangerous. Don't jump. Oké, in andere woorden, probeer het niet na te doen. Probeer het niet te doen, want stel je jump. Je weet niet wat onder dat water zit. Of stel je beland net verkeerd. Als je op je rug landt. Je spreekt over hoogtes, dus wees er voorzichtig mee. Ja, dus dat wil ik wel zeggen. Kijk, ik durf het risico best te nemen, maar dus ik weet niet of ik het durf. Daarom wil ik ook niet gaan, omdat ik voor mijn eigen veiligheid kies. En tuurlijk, het is gaaf om het een keer te doen, ja. Maar safety first. Even serieus, mensen. Nu staan we hier en look at this. This is crazy. This is crazy stuff, man. Damn. En dat water is ook zo blauw. Maar waar zal de Gran El Maya eigenlijk zijn? Wacht eens even. Ik zie er een schaduw zo. Mitchell, zie je dat? Wat? Waar? Daar. Oh my god. Nou. Passen wij dat niet? Niet daar zo. Nee, ik zie gewoon letterlijk iemand zwemmen. Oh my god. Oké, volgens mij is hij al weg ondertussen. Maar damn, er is gewoon letterlijk iets in het water. Oké, I found someone that jumped from the cliff. Hello. Do you dare
to jump in it? Yes. All right, let's show me. Okay, guys, look at this. Look at this. Damn. Are you ready? Yeah, racing, man. Oh my god. What? Holy damn, that's incredible. Echt respect. Big respect, bro. Big respect, man. Big respect. Damn. Misschien dat ik het ook wel ga doen. Nee, dan hou je te gek. Van deze cliff, damn. Oké, dames en heren. Toen net waren we bij de rotsen geweest. Maar we gaan natuurlijk op zoek naar de El Gran Maya. En dat kan alleen maar achter in dit mooie meertje. Oh ja, zeker mensen. Dus daar gaan we zo meteen in. We zijn ondertussen de boot hier aan het oppompen, zoals jullie kunnen zien. Daar staat die boot. En dat betekent maar één ding. Oppompen het water in. Oké, guys. Je zit dus op het water. En ja, ik ga je een kleine tip geven. Deze plek ligt zelfs in België. Je zou niet zeggen dat dit België is. We gaan straks ook naar de cliff toe om daar vanaf te springen. Maar damn, we gaan dus nu op zoek naar de Gran El Maya. En de Gran El Maya schijnt ergens in het meer te leven, toch Mitchell? Ik heb er geen idee. We zijn op onderzoek, dus... Ja, inderdaad. Virgin's in investigation. En oh my god, het water is wel echt kapot mooi. Het is echt prachtig. Wauw, het is gewoon echt blauw zoals jullie kunnen zien. Wacht, ik ga eens even kijken of ik het beter in beeld kan brengen. Maar dit is gewoon letterlijk de kleur van natuur van het water. Damn it, man. Ik voel de vibe wel. Oké, we zijn zo aangekomen op de volgende plek. En oh my god. Maar eerlijk hè, als ik nu ga schreeuwen, heb je echt één gekke echo. Ai! Doe jij eens, Mitchell? Yahoo! Zo, ik weet niet of je kunnen horen, maar damn, die echo is echt insane. Wat? Het is gewoon eng eigenlijk. Die kinderen gillen ook, man. Laat staan als je hier... Yahoo! Laat staan als je hier in het donker bent, hè, lieve kijkers. Dan het is gewoon eng. Ja, dat is gewoon echt bizar. Maar het is gewoon echt zo'n mooie plek. En dat in België. En oh my god, ik word gebeld te anoniem, guys. Ik weet niet of we kunnen zien. Ja, misschien niet door de zon dicht. Maar laat ik even deze telefoon op gaan nemen. Hallo, je spreekt met Delano. Hallo, Delano. Je spreekt met Twan. Ja, dat is even tijd geleden dat ik eens pakte, jongen. Twan, wat moet jij nou weer? Kijk, luister. Ik wil je namelijk even één ding attenderen. Want ik zie je ten eerste op het water. Dus dat is in ieder geval een feit. Maar. Wacht, waar zie je ons dan? Maar ja, kijk, Delano. Ik zie jou letterlijk op een bootje zitten in het water. Dus ja, dat. Op het water. Maar ik snap het niet. Wat wil je nou precies bereiken? Wist je soms dat hij de El Gran Maya zwemt? Of de El Gran Maya, of hoe je het ook eigenlijk wil noemen, of niet soms, Delano? De El Gran Maya, maar daar ben ik ook echt lekker voor gekomen. Ik heb wel het idee dat hij eigenlijk hier zat, maar weet je zeker dat hij hier zit dan, Twan? Nee, ja, Delano, ik weet niet of je dom bent of blind bent of zo, maar je stond het net op je rots. Zag je hem of niet soms? Maar ik stond net boven die rots, maar toen was er niemand. En moet je maar eens goed kijken, Delano, en schaadt dit dan al genoeg zijn, oh jongen, wat denk je? Nou, we gaan zo meteen nog eens kijken dan, maar ik blijf eens even lekker dobberen en dan zien we het vanzelf wel. Oh ja, tip, Delano, ik zal je snel mogelijk uit het water komen zodat er echt problemen vallen. Oké, Twan, ik ga eruit. Oké, weet je, ik ga er lekker uit, mensen. Dus niet. Oké, ik mag niet zorgen dat Twan het hoort, maar Twan zegt dus letterlijk dat we uit het water moeten komen. Wat vind jij daarvan, Mitchell? Ja, weet je wat ik zeg? Wat dan? Twan! Hey, doe eens even normaal tegen Twan. Jeetje, meneetje. Maar in ieder geval, we zijn eens dus even aan het dobberen en kijken of we de El Gran Maya hier kunnen vinden. Ik ga er straks ook even lekker in. Twanny. Lekker, ja! Ja, duidelijk. Weet je, laten we even lekker blijven roeien en dan komen we er vanzelf wel. Oké, guys, voor mij heeft Twan gewoon letterlijk gelijk, want ik zie daar in de verte wat. Sfeertje, guys, voor mij zie ik de El Gran Maya. Oh my god. En waar gaat hij nu in één keer weg? Weet je wat, laat ik even allemaal spullen gaan terugleggen en dan ga ik even denk duiken. Ik ga even gelijk terug, weet je, komt goed. Oké, ik heb net advies gekregen. Ik moet dus eerst mijn gezicht wassen voordat ik het water in ga, want anders is het wel iets te gevaarlijk. Ook omdat je daar van warm naar koud gaat, dat soort dingetjes. Dus dat is wel even voor mijn eigen veiligheid. Dus wat ga ik doen? Mijn gezicht wassen en daarna ga ik zo meteen inspringen. Er wordt van twee kanten gefilmd, dus het komt wel op beeld. Oké, guys, ik denk dat ik er nu eerst even in ga, want ik moet mijn gezicht even wassen. En dat moet van hier, hè? Van hier. Yes, go directly. Alright. Oh my god, dat is zo spannend. Go, 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 go. Oké, 3, 2, 1. It's not cold as well. The water is just great. It's not cold. Oké, guys, en zometeen ga ik dus vanaf daar afspringen. Eerlijk, ik vind het wel heel spannend dit. Maar goed, weet je, ik denk dat de hoogste tijd is om zo even naar boven te gaan en vanaf daar te jumpen. Het is echt super spannend. Mensen, ik denk dat ik even terug ga en dan ga ik vanaf. You're okay? Yes, I'm okay. It's just heavy only. Oké. Oké, guys, wow. Ik ben aan het klimmen hier zo, maar het is echt heel lastig. Oké, lieve kijkers, nou, Delano is nu even weg. Wat hij nu aan het doen is, geen idee. Hij is zich omgekleed. Ik denk dat hij hetzelfde gaat doen als die guy. Net zo hoog, daar vanaf springen. Jongens, als hij dat doet, echt serieus, een duimpje omhoog. Kijk, hij komt er nu als het goed is aan. Delano! Ik ben aan het klimmen hier zo, maar het is echt heel lastig. Wat ben je aan het doen, jongen? Ik ben eruit aan het klimmen. Wat heb je gedaan? Gesprongen. Gesprongen? Ja. En nu? Of ja, ik ben niet gesprongen, maar ik ben gewoon even ingegaan om mijn gezicht te wassen. Gezicht te wassen? Oké, okay, en wat ga je nu doen dan? We gaan erin springen. Oh mijn god, jongens. Hij gaat er gewoon inspringen. Hoeveel duimpjes? Nu, how much thumbs? 2000. 2000 likes, jongens. 2000 likes. Ik ben benieuwd. Lieve mensen, Delano, wat ga jij nu doen? We gaan erin springen. Je gaat erin springen. Hij gaat eerst. You okay? Yes, I'm tired. Oké, hij gaat dus eerst en daarna gaat Delano. Ik ben echt benieuwd, jongens. 2000 likes. Alright, show me. Okay. You're first, hè? No, you're first and I follow you. I have to jump, I have to run? Yes. Go directly and I follow you. Okay, 3. Delano, hey, goed.
Alles goed? Jongens, het is gelukt. Het is gelukt. Hij is gesprongen van de klif. Holy. Dit is gaaf hoor, dit is gaaf. Check de beelden terug. Oké, mensen, we hebben de val in ieder geval overleefd. Damn it, het was echt een van de meest crazy dingen om te doen. Ik ben hier nog steeds op dit moment, maar de Grenamaya, die kan hier dus zomaar even onder water zitten. Laten we even kijken waar de El Grenamaya is en misschien dat we die tegenkomen. Laat ik even onder water gaan kijken. Oké, de El Grenamaya is wat, ik weet niet, ik voel een bepaalde storming of zo. Ik heb het idee dat ik zo meteen meegetrokken word door de El Grenamaya. Dat moet ik dus echt niet hebben. Maar oké, weet je, ik heb een stukje onder water gefilmd, het is al goed. Maar wacht eens even, voor mij zie ik daar iets in de verte. Oké, guys, voor mij zie ik hier de El Grenamaya. Oh my god. Ik heb het idee dat ik iets zie of zo. Oh my god. Ik zweer het je, we hebben net ook al de boot een klein beetje gezien. Maar nu, ik weet niet, ik heb het idee dat hij hier is. Ja, ik zie hem ook gewoon letterlijk, dus natuurlijk is hij er. Oké, de volgende gaat dan weer springen en eens even kijken hoe die gaat landen hier. Oh my god, dit gaat echt weer een gekke jump worden. Yes, you can. Alright, daar gaat hij dan, hè. Hij is ondertussen al gewend, hij komt er ook echt vandaan. Dus ja, hij is ondertussen. Zo. Damn. Right. Great. That's amazing, bro. It's amazing water. It's amazing. Yes. It is not cold. No, no. Oké, jongens, het was echt een hele gekke jump. Maar we gaan er nu weer uit. En de Grenamaya is ook gespot ondertussen. Maar ja, laten we even naar boven gaan. Oké, lieve kijkers, volgens mij is de Lano nu het water uit. Kom, we gaan even kijken hoe het met hem is. Lano. Ja? Bro, je hebt het gedaan. Ik weet het, man. Hoe voel je? Ik ga wel een beetje moe, maar echt wel. Kijk hoor. Jezus. Jeetje man. Een van je hoogtepunten man. Ja, denk ik het ook wel. Niet normaal. Oh. Niet normaal. Ja. Oh. Respect. Oh, ik denk even afgedrogen. Nou, dat zou ik zeker weten te doen. Good respect bro. Yes, thank you. Thank you much. No problem. We gaan even bespreken hoe en wat. Maar hij heeft het gewoon gedaan, jongens. Echt bizar. Ja, het is denk ik voor Delano echt een hoogtepunt geweest. Hij gaat nu lekker afdrogen. En dan gaan we verder. Oké, guys. Ik ben toch nog even via deze strandkant er even ingegaan. Ik dacht van ja, laat ik dan toch even gaan zwemmen hier zo. Dus ja, weet je, ik denk dat het een goed idee is. En ik weet het niet, maar het is wel een beetje eng. Oké, guys. Ik ga even onder water en even kijken of ik iets kan vinden. Dus laten we even gaan doen. 3, 2, 1. Great water. Alright guys, de zon gaat een klein beetje onder en ik denk wel dat ik genoeg heb voor veel mensen. Wat een ervaring. Wauw, hè Mitchell? Ja, echt bizar. Ik heb respect voor je dat je dit hebt gedaan. Kijk, thanks ouwe. Dat vind ik heel graag. In ieder geval, ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Mensen, geef even die like, abonneer op de kanaal en belletje aan. We hebben de Grenamaya zelfs hier gespot. Ja, dat is echt bizar. Ik wist niet dat hij hier zat. Jij? Nee, ik ook niet. Maar ja, in ieder geval, die heeft ons niet gepakt. Maar ik voelde wel een bepaalde stroming toen hij onder mij zwemt. Maar weet je wat, mensen? Ik ga lekker naar huis toe en dan zie ik je weer terug bij een nieuwe video. Adios.